De commissie Beoordeling Huisartsenpraktijk is gisteren geïnstalleerd door minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. Na de aanname van de wet Nationale Basiszorgverzekering is een aantal zaken veranderd, zegt Pengel. Met de installatie van deze commissie is er een start gemaakt met de aanpak van kwesties die moeten leiden tot het beter functioneren van de huisartsenpraktijken. Conform het beleid van het ministerie moet er een betere geografische spreiding komen van de polyklinieken. De regulering van de huisartsenpraktijken en de uitvoering van de herregistratie van de huisartsen staat ook op de agenda van de commissie. De commissie staat onder leiding van Maureen Weygaarde van Dijk en de overige leden zijn Mahinder Mangro, Cynthia Koman en Ferdi Beck. De laatste vertegenwoordigt de Vereniging van Medici in Suriname.